那会在吃苦瓜，我会吃的。哈哈哈哈哈！What sucker girl? Sucker girl. Hij moet naar sucker girl. Kijk hoe lekker. Dat hopen we dan maar. Mijn ontbijtje voor vandaag. Dit smaakt echt naar roti goreng, jongens. Met heel veel suiker. Echt heerlijk. Wil je echt een stukje? Oh, ik hou echt van Parijs, jongens. Echt mijn lievelingsstad. So cute! So cute! Ja. Ja, maar dat kwam omdat ze gewoon echt goede service hadden, hè? Amerika is toch zo'n akkoord. Waar is die flesje? Ja, goed in de wereld. Ja, dat is voor mij. Ja, dat is voor mij. Thank you. I'm gonna manage to get you some space, don't worry. Okay. I think this is finished. Ooh, wow, and it smells good. Sir, how do you eat this? Is it like what you put on the bread? I recommend you to spread it on the brioche toast. This is very good. This is some kind of sweet bread. You can put the jam also on it. And basically either fig or apricot goes very well with the foie gras. We zijn bij Louise. Louis, of is het Louise? In Parijs. Dit is brood. Brioche met ganzenleven. Foie gras. Is dat zo? Ja. Foie gras. Het is eendenlever, hoor ik niet. Oh, het is eendenlever. Kijk. En het is een volgerecht. Oh. Ja. Mijn mond komt met jou open. Het brood is echt lekker zacht. Het is ook goed. Ja, ik heb het geproefd, ja. Het heeft een beetje structuur van een paté, ja. Volgerecht van L is goedgekeurd. Wie dan? Door die abrikozen jam smaakt heel erg zoet. Oh ja, en de broodjes zijn al zoet.
Nee, ik had wel eten, maar ik heb ze zo gezegd. Ik had die echt zo gezegd. Ja, trek een ding. Kijk, van het bord af, jongens. Ik hoef ze zo zeggen. Ja, lief. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag 20 augustus. Shit, er komen steeds treinen aan. Jongens, de zon schijnt zo heerlijk, hè. Het is nog maar 8 uur in de ochtend en ik heb een korte broek al aan. En ik ben al een kou kleuren. Ik heb lekkere verse croissantjes van de bakker met boter. Heerlijk. Vandaag ga ik met Mani op stap samen door Parijs. Even dingen laten zien aan hem. En we gaan lekkere dingen proberen. Ik neem jullie mee. Dus hier bij de Entrecote. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Ik kan geen Frans namelijk. Ik wil het wel heel graag leren eigenlijk. Maar gisteren stonden we dus hier. We wilden hier avond eten. Maar die rij was tot aan daar. Van daar. En nu... nu staan we hier dus om eigenlijk... te gaan eten hier. Het is nu inmiddels, even kijken hoe laat het is, 11:30. We hadden gisteren zoveel zin in die onbeperkt vlees. Dus we zeiden tegen elkaar, oké, dan gaan we gewoon om 12:00. Gaan we gewoon daar naartoe om daar te lunchen. Nou jongens, we zijn er eindelijk. Ja, voor jou. We zijn er eindelijk. Eindelijk, maar. En we hebben een plaatsje. En hoe heet het nu? Wat is dit? Homemade wijn. Oh, homemade wijn. Oké, okay, we gaan ook wijnen. Het is 11:55. En we gaan lekker vlees eten. Wijnen. En ik hou dus totaal niet van wijn, maar nu moet ik dus wel een wijntje doen. Dat is een fles toch? Ja, dat is het. Omdat het, waarom moet ik eigenlijk mee doen? Het hoort gewoon bij het concept. Oh, het hoort bij het concept. En wijn is echt lekker bij rood vlees. Oké, okay. Dus nou, laat me maar verrassen. Mijn broski gaat even uitleggen wat het concept is. Hallo trouwvolgers van Jo. Wij zijn nu bij Relais L'Entrecote. Dat is een best wel bekende steakrestaurant in Parijs. Mm-hmm. En het concept is zo dat je hier onbeperkt entrecotes kan bestellen. En geen idee hoeveel het kost. Ik hoop dat het een beetje niet prijzig is. Een beetje betaalbaar dus. Maar dat zal best wel. Dat zal maar het is wel. De moeite waard. Het is de moeite waard. Heel veel mensen die ik ken zijn er geweest. Alleen maar goede verhalen. Dus, geen been al maar. Entrecote! Oké, 1, 2, 3, 4. Ook onze vriendschap, jongens. Vriendschap en hopelijk nog een keer ergens heen. En lekker bezat, hè? Ja. En wat? En lekker bezat, hè? En lekker bezat, jongen. Ik ga dus voor het eerst rode wijn drinken met eten. Ik drink alleen rode wijn als avondmaal in de kerk. Ik ga het even leren drinken.
Dus de laatste lunch van Parijs. De avondmaal, maar laatste lunch. Laatste lunch. Geen laatste avondmaal, maar laatste lunch. Is het lekker? Wat smaakt het naar? Lekker fris. Met walnoten. In Nederland heb je vaak dat het rucola en zo, maar dit is heel lekker. Oké. Okay. Ik ga ook even proberen. Thank you. Het zal zelfs spoor gesneden. Ja, ik zeg het om. Onze eerste steak is, hè? Ja. Die kan ik hem dragen. Oh, maar kan ik hem dragen? En enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Het is ja. Lekker? Ja? Geslaagd? Door één hap? Ja, wauw. Weet je waar ik naar smaak? Wat dan? Het smaakt naar mijn moeders kippenhartjes. Mm-hmm. Ik weet niet wat dit maakt. Die saus is lekker. We hadden dus eigenlijk wel meer verwacht. Of niet? Ja, ik dacht dat, kijk, voor mij twee was porties genoeg. Maar ik dacht, jullie kunnen nog zeker met elkaar eten. Dus ja. Ja, nou, ik wou nog wel. Nog één bord minimaal. Nou, sowieso twee of drie. Ja. Wat vonden jullie ervan? Dat was lekker. Maar het was helaas niet onbeperkt. Deze man heeft het. Ja. Wij dachten dat het onbeperkt was. Maar het was dus niet onbeperkt. Maar het was wel heel lekker. Ik vond het wel lekker. Ja, ik vond het ook lekker. De saus was lekker. Maar ik geef het dus... Ik geef 4 sterren. 4 cookies, sorry. 4 cookies. Ik sluit me daarbij aan. 4 cookies. En een halve cookie voor de eerste. Ja. Verzorgd. Sorry. Ja. Maar ja, ik geef de wine. Ja. Dus het is niet echt onbeperkt eigenlijk. Nee. Nee. Maar het is het proberen waard, toch? Ja, zeker waard. Dimpel. Hij staat allemaal op. Oké, positief. Nou, en? Oh. Nou, het is wel goed. Een beetje. Goed speler dus. Ah, oké. Okay, netjes, maar goed. Wat is dit? Wat is die? 22 voor die wijn. Oh, hier. Hier kwamen we voor, jongens. Jongens, we zijn aangekomen bij Arc de Triomphe. We zitten even te chillen en we hebben een Lanclair cakejes. Vanochtend die ik heel graag wilde proeven. We gaan even lekker proeven. Wat had jij ook weer? Pekannootjes met vanille. Ja. Het lijkt net chocola. Dat moet een suckerklauw met z'n neer. Dit vind je ja. Wat? Suckerklauw? Suckerklauw. Ja, hij moet naar suckerklauw. Kijk hoe lekker. Dat hopen we dan maar. Cheers. Mm. Oh,
Maar het is niet eens zo zoet. Bekernootjes van maandje. We weten niet eens wat we zeggen. Nou, lekker. Laatste. Het ziet er heel zoet en machtig uit. Maar het is het totaal niet. En die binnenkant is zo lekker smeuig. Die smaak was zo lekker. Ik had zeg maar framboos mascarpone smaak. Het was echt geweldig. En Mario had pekanoten met vanille. En dat was echt heerlijk. Die binnenkant is zo smeuig. Lekker zacht, lekker smelten in je mond. Al die motoren hier die ook langs rijden, oh geweldig. We hebben gewoon over eten en dan hoor je ineens over motoren. Het was heerlijk. Die van mij was niet zo machtig en die van Mani ook niet, vond ik. Ik geef het 5 sterren, want de smaak was gewoon perfect en als je bijt dan is het zo 5 sterren, 5 cookies. Ik praat elke keer over sterren, maar ik bedoel 5 cookies. Maar, oh ja, het is best wel duur. Eén zo'n kleine enclair was €6,50. Dat is heel duur, maar het was wel heel lekker. Het was de moeite waard. De moeite waard, jongens. Ik zou zeggen, als jullie naar Parijs gaan, ga naar L'Enclair de Genie. L'Enclair de Fromage. Nee, nou, ik kan geen Frans, jongens. Ik denk dat er staat L'Enclair de Genie, denk ik. Nou, Mani had het goed, jongens. Dus, hoe zeg je het? Shit. Ja. Dus, wat was het? L'Enclair de Genie. Ach, kijk deze Fransman, jongens. Hij kan hier zo gaan wonen.